Miki Uemura uit, uit Japan. En Uemura die kwam als zesde in deze finale. Met twee sprongen. Waarde van 5.0 was deze sprong. Hup. De Yurchenko techniek met de schroef erachteraan. En haar tweede sprong die had een waarde van 4.6. En die zal ze ook nu ongetwijfeld gaan doen. Omdat het arsenaal van verschillende sprongen bij de dames niet zo erg groot is. Achterwaarts aanspringen. Dan die draaien, dubbele draai om de lengteas. En één voetje buiten de landingszone. Wel geland binnen de zone, maar dan dat voetje erbuiten. Daarvoor krijgt ze dan een paar tiende aftrek. Dan is het wachten op de score. Daar komt hij aan. 13.7 voor de eerste sprong. En dan kan deze 20-jarige uit Tokio afkomstige Japanse jonge dame de tweede sprong gaan maken. De gehoekte salto voorover in de laatste fase van deze sprong. Een uitstekende landing was dat. En dat gaan we zeker nog een paar keer terugzien. Daar komt hij. Eerste fase. Achterwaarts aanspringen. Halve draai voor ze het toestel raakt. En dan die gehoekte salto. Even dat voetje erbij. En dan heeft Uemura haar opdracht in deze finale ook weer volbracht. Als vierde viel net buiten de medailles bij de meerkamp gisteren. Met twee Chinezen en een Noord-Koreaanse voor haar.